Hoe heet jullie dat? Ja, ik moet... Van wie is deze vraag? Ja, Hallo kijkers en leuk dat jullie kijken naar de 9 AZ vlog. Vandaag gaan Mats Zeuntjes en Owen Wijndal jullie vragen beantwoorden. Naast mij zitten Mats Zeuntjes en Owen Wijndal. Laatst is er een bericht online gekomen op az.nl waar jullie vragen voor deze twee spelers achter konden laten. Er zijn heel veel leuke vragen binnengekomen, dus bedankt daarvoor. En laten we meteen beginnen met de eerste vraag. De eerste vraag is voor jou, Mats. En die gaat over Owen. Noem maar iets wat Owen goed kan en wat beter kan aan Owen. Hij is een goede gast, hij kan goede grapjes maken, maar ik denk dat het over de voetbalkwaliteiten gaat. Owen is gewoon heel comfortabel aan de bal, dus hij is gewoon een goede speler met een goede techniek. Hij kan soms wel wat feller zijn, maar dat zit wel in hem, alleen laat het te weinig zien. Nou, Owen, voor jou dezelfde vraag. Wat kan beter bij Mats en waar is hij goed in? Hij is aan de bal echt niet normaal, vind ik. Echt, ik denk een van de betere uit het team. Alleen af en toe is hij erg lui nog. Nou, de volgende vraag is voor Mats. Hoe vaak heb je vakantie als profvoetballer en wanneer? Ja, we hebben vakantie in de winterstop en in de zomerstop. Dus in de winterstop is wat korter dan in de zomerstop. En heb je je vakantie al geboekt voor komende zomer? Ik heb nog twee opties, dus die ben ik een beetje aan het afwegen, maar het gaat wel goed komen. Welke ploeggenoot heeft totaal geen verstand van mode? Van mode? Even denken hoor. Wie heeft echt geen verstand van mode? Kom op man. Ja, hey, wie weet jij dan? Ja, ze vragen het aan jou toch? Ja, jij mag ook. Marco Bizot. Marco Bizot. Oh ja, daar ga ik over. Ja? En hoezo? Het zit er gewoon niet uit. Ja, nou, dat is overdreven, maar ik zou het zelf niet altijd dragen wat hij draagt inderdaad. Volgende vraag is van Mats. Wat is de gekste belediging die je ooit gehoord hebt in het veld? In het veld? In het veld, ja. Zo. Ik zou niet weten, je hoort het niet echt. Soms schelden ze je wel eens uit bijvoorbeeld. En dan laat je het gewoon... Maar dan voel je je echt niet echt beledigd. Volgende vraag is voor Owen. Bij welke club werd je gescout door AZ en hoe ging dat? Bij HC Haarlem. Ja, wij speelden al zelf best hoog. Dus ik denk dat ze gewoon een aantal wedstrijden kwamen kijken dat we ook tegen een goede team speelden. Dus ik denk, gewoon toe. Volgende vraag gaat over jou, Mats. Het met Mats Zeuntjes interview. Wat gebeurt met Mats Zeuntjes? Ja, je hebt besloten om bij NAC te blijven. Wat gebeurt met Mats Zeuntjes? Ja, daar wil je er niet meer over zeggen. Wat gebeurt met Mats Zeuntjes? Ja, dan stel ik de vraag, dus je blijft bij NAC en dan moet jij ja zeggen. Het gebeurt met Mats Zeuntjes. Word je daar vaak nog mee geconfronteerd? Ja, heel soms als toen ik bijvoorbeeld net nieuw bij AZ kwam, dan hebben ze het er wel even over, maar dan is het snap hoor, eventjes één keer uitleggen of zeggen wat er precies is gebeurd, zeg maar. En daarna is het gelijk klaar. En je hebt er niet meer last van ofzo? Of, Nee, zeker niet. Nee. Wat is je droomclub waar je ook nog wil spelen? Real Madrid. Dat is ook je favoriete club van in het buitenland? Ja. Paris Saint-Germain. Vroeger niet, eigenlijk. Maakt niet uit, ik zeg het alsnog. Ik hou van Paris, daarom. Wat is je favoriete goal die je hebt gemaakt? Het kan ook gewoon al bij NAC zijn. Ja, mijn favoriete goal was wel in de play-offs. Voor een promotie tegen Willem II thuis bij NAC. In de laatste minuut een vrije trap die ik voorslinger. En niemand raakt hem aan en hij valt het doel in. En dat was de 2-1. Uiteindelijk niet goed afgelopen bij de uitwedstrijd, maar dat was al een goal met een mooie ontlading. Wie uit de selectie moet vandaag nog naar de kapper? Kelvin Stenks. Kelvin Stenks, dat zit niet waarom? Ja, ik vind het gewoon, het is te veel. We moeten een beetje bijwerken. Even wat goed ervan. Ja. Zeg je wat tegen hem? Ja, zeker. Heel vaak. En daar doet hij niks mee? Nee, hij luistert daar niet echt naar. Oké. Wie is er nou echt de zoon op God? Jij of je broer Ralf? Mijn broer. Ik ben nooit zo genoemd, dus hij heeft het verdiend in de tijd bij Den Bosch volgens mij. Dus ja. En wie vind je zelf beter, jij of je broer? Ik ben beter. Ja. In welke film of serie zou je graag nog willen spelen? Welke film? Top Boy! Ja. Dat is een goede. Netflix. Die vind ik ook goed. Ja. Niet La Casa de Capel en dat soort. Weet ik veel wat. La Casa de Papel vind ik ook goed. Dat zou ik ook nog een. Top Boy, kijken. Wie heeft de ergste stinkvoet in de selectie? Zo. Ja,
Het is niet dat ik dat zo vaak ruik of zo, maar ja, sommige jongens, die tenen zien er niet fris uit. Dus dat belooft weinig goeds, maar ja, het is niet dat ik weet dat iemand erg stinkvoet heeft of zo. Nee, precies. Was je vroeger altijd al linksback of ben je ook nog aanvaller geweest of op andere posities gespeeld? Ja, vroeger ook linksbuiten. Linksbuiten? Ik heb middenveld gespeeld. En ja, ook wel gewoon veel. Hey, Mats, je hebt dit seizoen bijna overal gespeeld. Spits, linksbuiten, in de verdediging zelfs. Hoe komt dat? Goede spelers kunnen overal voetballen. De volgende vraag is, waarom gooi je altijd balletjes op Myron Boadu zijn hoofd in de gym? Hoe heet jullie dat? Wat is deze vraag? Ja, ik weet niet hoe diegene dat weet, maar af en toe vraagt hij jezelf om. De volgende vraag is, hoe krijg je een goede conditie? Ja, gewoon trainen natuurlijk. Het is een beetje aanleg van jezelf, maar voor de rest is het gewoon veel trainen. Niels Kok, Spanisch fysioloog, helpt ons daar heel erg goed bij. SO. Wie is je voorbeeld? Marcelo. Marcelo, ja. Ook van Real Madrid. Ja, de beste. Wie is de irritantste tegenstander die je hebt meegemaakt op het voetbalveld? Irritant in de zin van dat hij gewoon goed is, daarom? Of irritant omdat hij gewoon irritante kop en uitstraling heeft? Nou, welk komt in je als eerst bij je op als je aan denkt? Bij mij komt iemand op, El Amadi, maar omdat hij zo goed is. Omdat hij zo goed is. Daar heb je laatst hem tegen gespeeld. Wat vind je zo goed aan hem? Ja, hij kan gewoon als middenvelder heel agressief op de bal verdedigen. En dat is toch anders dan dat je gewend bent, vooral in de Eredivisie. Wat is belangrijk om een goede linksback te worden? Ja, je moet gewoon goed aan de bal zijn, goed kunnen aanvallen, want tegenwoordig vallen ze heel veel aan. En ja, dat denk ik vooral. Verdedigen is dus geen prioriteit voor een linksback deze week? Ja, natuurlijk wel. Oh. Oh, maar tegenwoordig vallen backs meer aan dan dat ze verdedigen. Wat is de favoriete AZ-speler van jouw zoon? Ja, net je kledingsmaak is niet zo heel goed, maar Marco Bissot, hij is fan van Marco Bissot. Ik snap het ook niet eigenlijk, het is een keeper, maar ja, eerlijk, mijn zoontje Enzo, die... Hoe oud is hij? Zes. Die vindt Marco Bissot heel goed en is echt fan van hem. Nou, dit, jongens, dit waren de vragen. Okay. Dank jullie wel ervoor. Alsjeblieft hoor. Oh, en heb je in de camera gekeken ook? Of, Ja, een paar keer gewoon. Dit was hem dan, de Q&A. Als je hem leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dit was ook gelijk de laatste vlog van het seizoen. Volgend seizoen dan zijn we weer terug met allemaal leuke video's voor jullie. Tot dan!